Dit is een industriële scharrelkippenstal. Hier zitten meer dan 100.000 kippen opgesloten om op 14 maanden tijd miljoenen eieren te produceren. Ze zullen nooit het daglicht zien. Dit is een open systeem zonder kooien. Er zijn heel wat welzijnsproblemen, zoals verenpikken, en de dieren worden niet verzorgd. Zieke en gewonde dieren sterven een langzame dood. De meeste kippen zitten in een systeem met kooien. De kooien moeten normaal gezien opengezet worden overdag, maar uit inspectierapporten blijkt dat dit niet gebeurt. De leefomstandigheden van de dieren zijn vuil en stoffig. De dieren lijden enorm onder het opgesloten zitten. Uit frustratie en stress wordt er onderling veel gepikt. Het harde contact met de kooien leidt tot verwondingen, botbreuken, en sommige dieren raken vastgeklemd, waardoor ze een trage en pijnlijke dood sterven. De doorgedreven eierproductie zorgt ook voor heel wat aandoeningen bij de dieren. De eieren van dit bedrijf belanden in de winkelrekken als scharreleieren of worden verder verwerkt in producten zoals koekjes en mayonaise. Het rescue-team van Animal Rights kon een aantal dieren bevrijden van dit helse bestaan. Ze krijgen uitstekende zorgen en krijgen een leven vrij van uitbuiting in een liefdevolle opvangplaats. Kippen zijn intelligente, gevoelige dieren en verdienen respect en compassie. Stop de uitbuiting van deze dieren. Kies voor plantaardige voeding.